Ja, het mooiste zou zijn natuurlijk als de gemeente als een van de volgende daken het stadhuis gaat volleggen. Dan heb je een heel mooi voorbeeld. Of er echt zonnepanelen op het dak van dat stadhuis komen te liggen is nog de vraag. Maar met het ondertekenen van de Green Deal belooft de wethouder Fleur Spijker en zonopleidervoorzitter Jeroen Schrama woensdag in ieder geval dat er op meer Leidse daken zonnepanelen komen. We gaan de komende periode, de komende 5 jaar, 5 daken beschikbaar stellen. En we hebben er nu al 1 op de Arcade in Roomburg. En we gaan kijken, per jaar willen we daar 1 beschikbaar stellen. Beschikbaar stellen om zonnepanelen op te leggen dus. De ervaring is er al. Vooruitlopend op de Green Deal realiseerde Zonopleiden in 2018 panelen op het dak van sportzaal Houtkwartier. Ja, hier liggen 504 zonnepanelen op, verspreid over 2 daken. En die zonnepanelen zijn dus gefinancierd door bewoners uit Leiden. Trots laat Schrama de installatie zien die 67 huishoudens van groene stroom voorziet. Dit zijn de 5 omvormers van het dak. 2 voor de panelen die op het bovenste dak liggen. 3 voor degene die waar we zo meteen komen. En daar wordt de gelijkstroom omgezet in wisselstroom. Hoeveel wordt er precies opgewekt? Nou ja, 128.000 kilowattuur. En het is het eerste jaar meer en dan neemt het langzaam wat af. Behalve natuurlijk als de zon een jaar heel goed schijnt, dan krijg je weer wat meer. Dus je weet niet helemaal zeker hoeveel je elk jaar opwekt. De duurzame panelen zijn vrijwel onderhoudsvrij. Ja, als je een beetje goed kijkt, zie je natuurlijk wel gewoon wat vogelenpoep. Meeuwen zijn wat dat betreft ook voor zonnepanelen een beetje een plaag. Maar met een goede regenbui komt het wel weer goed. En we hebben een onderhoudscontract dat er 1 keer in het jaar een onderhoudsbeurt komt. En dan worden ze ook schoongemaakt en gekeken of de bedrading nog goed ligt. Gaan ze moeilijk kapot? Nee, ik ga er nu niet op dansen. Maar nee, ze zijn vrij sterk. Dus niet echt kapot te krijgen. Waaraan moet een gebouw voldoen om in aanmerking te komen? Dat zijn panden die wel echt aan de eisen voldoen om ook zonopleiden te faciliteren. Hè. Dus sowieso moet het dak ook qua constructie goed genoeg zijn. Er moet een bepaald aantal, een bepaalde oppervlakte hebben. Nou ja, en dan kan je ook met elkaar besluiten dat het dak geschikt is. Zo'n gebouw staat in de wijk Roomburg. Ja, ons volgende dak zeg maar, wordt de Arcade. En die hopen we vol te leggen met een kleine 200 panelen en dan rond de 70.000 kilowattuur wat we daar gaan opwekken. En daarna hopen we dat de Sumatrastraat de 3e is. Dat is de nieuwe plaats. De huurders, daar zijn ook heel enthousiast. En wat we nog extra willen daar, die hem extra mooi maakt, is in samenwerking met de Stichting de Leidse Uitdaging. Dat wij een deel van het zonnepark reserveren voor hun. En dat zij ervoor zorgen dat door middel van vrijwilligerswerk mensen die laag op de sociaal-maatschappelijke ladder zijn, zonnepanelen kunnen verdienen. En daardoor ook betrokken worden bij de energietransitie. En hoe ziet de toekomst eruit als de gebouwen uit deze Green Deal vol liggen? Dat durf ik niet te zeggen. Ik hoop dat er elke 5 jaar weer een nieuwe Green Deal komt die nog ambitieuzer is dan deze. Aan de wethouder zal het niet liggen. Mijn motto is op ieder dak een zonnepaneel.